Hoi! In deze video ga je leren hoe je jouw woordenschat kunt vergroten. Wat moet je doen bij moeilijke woorden in een tekst? Aan het einde van de video krijg je tips voor leuke televisieprogramma's die jou gaan helpen je woordenschat te vergroten. Welkom bij Wijzer over de basisschool. Deze video gaat over woordenschat. De doelen van de video zijn: ik leer je strategieën om achter de betekenis van woorden te komen en ik weet hoe ik mijn woordenschat kan vergroten. Om teksten goed te kunnen begrijpen heb je naast natuurlijk te kunnen lezen nog twee dingen nodig. Kennis van de wereld, zodat je weet waar de tekst over gaat, en kennis van woorden, en dat noemen we woordenschat. Deze video gaat dus over woordenschat. Bij woordenschat denk ik altijd aan een grote schatkist. En in deze schatkist komen alle woorden die ik ken. Eigenlijk is deze schatkist niets anders dan mijn hoofd. Steeds als ik een nieuw woord leer, komt hij in deze schatkist terecht. Het leren van nieuwe woorden heet woordenschat. Wat kun je nou doen als je een tekst leest en er staan woorden in die je nog niet kent? Soms is dat helemaal niet erg, want soms snap je zo goed waar de tekst over gaat dat het helemaal niet nodig is om het woord precies te kennen. Kijk maar naar dit voorbeeld. Ik drink mijn koffie uit een mok. Ik weet niet wat een mok is. Maar omdat de zin gaat over koffie drinken en ik weet hoe je dat doet, namelijk uit een beker of uit een kopje, weet ik dat een mok ongeveer ook zal iets zal betekenen. Ik ga je nu uitleggen wat je kan doen als je wel precies wil weten wat het woord betekent. Daar zijn namelijk een aantal strategieën, manieren, voor bedacht. Ik ga je eerst alle strategieën laten zien en daarna gaan we ze samen oefenen. De strategieën om achter woordbetekenissen te komen zijn: zeg het woord hardop, hak het in stukjes, ken je al een stukje? Of teruglezen in de tekst, of verder lezen in de tekst, context of plaatjes bekijken. En context is het onderwerp van de tekst of het verhaal. Opzoeken en iemand vragen. Nou, dat moeten we even gaan oefenen samen. Ik lees je een tekst voor. En in deze tekst staan een aantal woorden die ik nog niet ken. Ik ga met behulp van een aantal strategieën aan je laten zien hoe ik achter de betekenis kom. Ieder jaar op 27 april vindt Koningsdag plaats. De dag waarop we de verjaardag vieren van koning Willem-Alexander. Hieronder lees je meer over de geschiedenis van deze gezellige feestdag. Toen prinses Wilhelmina 5 jaar oud werd, werd ieder jaar Prinsessendag gevierd. 5 jaar later werd Prinsessendag omgedoopt tot Koninginnedag. Vanaf dat moment werd het ook echt een feest voor de Nederlandse kinderen. In 1949 werd prinses Juliana de nieuwe koningin van Nederland. Koninginnedag bleef bestaan. En in 1980 nam prinses Beatrix de troon over van haar moeder. Ook zij besloot om Koninginnedag te blijven vieren. Tegenwoordig viert de Nederlandse bevolking Koningsdag met vrijmarkten. In deze tekst zie ik een paar woorden die ik nog niet goed ken. Koningsdag. Ik weet daar wel wat van. Iets met oranje kleding, sporten op school, maar precies weet ik het niet. Omgedoopt. Dat woord ken ik niet. Nam de troon over. Die zin snap ik niet. En vrijmarkten? Ik weet niet wat dat zijn. Om achter het woord Koningsdag te komen, gebruik ik de strategie verder lezen. Ik zoek de alinea met het woord op en lees verder. Koningsdag, de dag, verjaardag vieren, feestdag. Hé, nu ik verder lees, zie ik dat de uitleg erachter staat. Koningsdag is de dag waarop we de verjaardag vieren van koning Willem-Alexander. Een gezellige feestdag. Om achter het woord omgedoopt te komen, gebruik ik de strategie zeg het woord hardop.
Ik lees de alinea met het woord nog eens helemaal door. Toen prinses Wilhelmina 5 jaar oud werd, werd ieder jaar Prinsessendag gevierd. 5 jaar later werd Prinsessendag omgedoopt tot Koninginnedag. Omgedoopt. Ik zeg het woord expres een paar keer hardop. Zo kan ik goed horen of ik iets herken. Ja, ik ken het woord gedoopt. Dat is toch iets met baby's? Maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op in deze tekst. Want de context gaat helemaal niet over baby's. De context is het onderwerp van de tekst. Wat dan? Ik lees de zin nog eens. Prinsessendag werd omgedoopt tot Koninginnedag. Prinsessendag werd Koninginnedag. Ha! Ik denk dat ik het weet. De naam van de dag werd veranderd. Prinsessendag werd Koninginnedag. Omgedoopt betekent dus veranderd. Door het een aantal keer hardop te zeggen en terug te kijken, wist ik het woord. Om achter de zin nam de troon over te komen, gebruik ik de strategie hak in stukjes. Ik lees de alinea met de zin nog eens helemaal. In 1949 werd prinses Juliana de nieuwe koningin van Nederland. Koninginnedag bleef bestaan. In 1980 nam prinses Beatrix de troon over van haar moeder. Nam de troon over. Als ik het in stukjes hak, dan krijg ik overnemen en troon. Overnemen, dat weet ik. Ik krijg het dan. Ik neem het over. En de troon ken ik ook. Dat is de stoel van de koningin. Maar dan snap ik het nog niet helemaal. Krijgt prinses Beatrix dan de stoel van Juliana? Dat klopt toch niet? Ik ga nu de strategie van teruglezen gebruiken. In 1949, prinses, nieuwe koningin. In 1980 nam prinses Beatrix de troon over. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Eerst was Juliana de koningin in 1949. En daarna in 1980 nam prinses Beatrix het over. Die troon. Oh, ik geloof dat ik hem nu snap. Ik gebruik nu de context. Ik gebruik het verhaal dat er omheen staat. Ze nam de stoel niet letterlijk over, maar zij werd de nieuwe koningin. Om achter het laatste woord vrijmarkt te komen, gebruik ik de strategie opzoeken. Ik ga op internet intypen vrijmarkten. En dan druk ik op afbeeldingen. Eens even kijken of er een plaatje komt. Ja hoor, genoeg foto's. Nu weet ik dit ook weer. Ik zie kinderen op kleedjes van alles verkopen. Dat weet ik. Daar gaan wij namelijk ook naartoe op Koningsdag. Dat noem je dus een vrijmarkt. Ik heb dus nu verschillende strategieën gebruikt om nieuwe woorden te leren kennen. En als de ene strategie niet werkt, probeer ik gewoon een andere. Ik heb je nu geleerd hoe je verschillende strategieën gebruikt om achter de betekenis van woorden te komen. Maar wist je trouwens dat kinderen op de basisschool, die op de basisschool zitten, gemiddeld 17.000 woorden in hun schatkist hebben? En dat volwassenen tussen de 45.000 en de 250.000 woorden in de schatkist hebben zitten? Nou, je hoeft niet alle woorden van de wereld te kennen hoor. Niemand kent alle woorden. Maar het is wel goed om nieuwsgierig te zijn naar nieuwe woorden. Als je veel woorden kent, wordt lezen gemakkelijker en ga je de wereld beter begrijpen. Ik wil je nu nog één ding als tip meegeven. En dat is hoe jij zelf kunt zorgen dat jouw schatkist met nieuwe woorden steeds voller gaat worden. In een aantal tv-programma's worden heel veel nieuwe woorden gebruikt die jij kunt leren. Kijk regelmatig naar het Jeugdjournaal, naar Klokkenhuis of naar SchoolTV. Er zijn ook tijdschriften om je woordenschat te vergroten. Denk aan Wild van Freek, Quest Junior, Zo Zit Dat en National Geographic Junior.
Er zijn ook kranten speciaal voor kinderen, zoals Kids Week en 7 Days. Leen deze kranten en tijdschriften eens bij jou in de piep of lees ze via het internet. Je wordt er heel veel wijzer van. Succes met het vergroten van jouw woordenschat en tot de volgende keer.